Het hondenverbod voor het polderpark sloeg vorige maand in als een bom. Omwonenden dienden een wijzigingsverzoek voor de hondenkaart in. Volgens wethouder Van Garderen is er een fout in het overzicht geslopen. Het wordt ingekleurd. Het zijn zo'n 1000 vakjes. En dit vakje is verkeerd ingekleurd. Maar waar we wel met name ook met de wijkregisseur en bewoners naar willen kijken, is toch naar het gebied waar je met je hond los mag lopen. Want daarvan zien we toch echt wel, daar willen we echt de veiligheid goed borgen. Volgens de wethouder is het onderzoek naar loslopende honden nodig, omdat de drukte in het park toeneemt. De parken worden veel gebruikt, ook veel mensen op de fiets, kindjes, wandelaars enzovoort. Dus iedereen moet zich er veilig en prettig bij voelen. Omwonenden met een viervoeter zijn blij met de aanpassing van de hondenkaart. En nu dat het wel kan, vind ik het prima, want dan kan ik wat langer ook met dit hond buiten gaan. Omdat ik weet hoe ik de route hier kan lopen. Via de fietspad is het heen en weer gaan en dan is het heel kort voorbij en hij heeft het wel geroken, zeg maar. Buurtbewoners zonder hond zijn wisselend enthousiast. Zolang ze die hondenpoep maar opruimen. Want ja, als je met de kinderen buiten speelt en het ligt overal, je hebt het net ook gezien, daar ligt het ook. Ja, dan kom ik thuis en dan zitten mijn kinderen onder de poep. Ik zou wel de mensen willen vragen dat als ze een hondje willen uitlaten, doe het ergens in de goot. En dat hij het niet op de stoep doet. En als hij het wel eventueel een ongelukje heeft, dat het even wordt opgeruimd. De gemeente handhaaft de komende 6 weken niet op de naleving van de hondenkaart in het polderpark. Ondertussen voert de gemeente aanpassingen door in de kaart. Want ook elders uit de stad kwamen wijzigingsverzoeken binnen. Het Meridiaanpark bijvoorbeeld, veel reacties. Pampushout, de Noorderplassen. Dat zijn eigenlijk de gebieden waar de meeste verzoeken op zijn binnengekomen. En ook die verzamelen we allemaal deze 6 weken. En dan komen we met een reactie en dan wordt de hondenkaart weer aangepast en gepubliceerd.